Na het bekijken van de dramaserie Patty noemt Patty Bart het een wonder dat ze nog leeft. In een gesprek met het AD deelt ze haar verbazing over de excessen van drank en drugs die ze in de serie zag. Patty geeft aan dat ze inmiddels is veranderd en een rustige basis heeft gevonden in Almere en Ibiza, zowel thuis als in zichzelf. Hoewel de serie haar vaak toont met een sigaret in haar hand of etend, reflecteert Patty op haar verleden van excessen: 'het is een wonder dat ik er nog ben. Hoe dom! En ook zo zonde van mijn tijd. Al die feesten en partijen. Zes jaar geleden nam de presentatrice en oudzangeres een drastische beslissing om te stoppen met drinken, drugs, roken en overmatig eten. Vooral wijn bleek een grote valkuil. Patty bekend, daar heb ik het meeste geld aan uitgegeven. Sigaretten gaan op, drugs moet je bestellen, maar er is altijd wel ergens wijn. Ondanks haar wilde levensstijl heeft Patty geen spijt. Ze beschouwt al haar ervaringen als vormend voor wie ze nu is.